eerste dreigende wedstrijd van de gemeente Almelo, binnen de gemeente Almelo en in Twente volgeopend. En dat is al een heel bijzonder moment. Dus Koen, als je nu paard wilt zetten richting het lint, dan gaat het gebeuren. Gefeliciteerd met de doop van vrouwen Cato. Ja, dankjewel. En je hebt er heel veel werk mee gehad, hè? Nou, je hebt me gezien, hè, toen ik hem kocht. Klopt. Hij was kaal, hij was casco, er was niks. Maar als ik nu de binnenkant zie, het is echt een wondertje wat daar binnen gebeurd is. Ja, het was ook een hele klus. Hele winter, 5 truinen over elkaar en dan gingen we weer. En het werd wel steeds leuker, want in het begin was het heftig. Met alle smeer en troep en narigheid. Ja. Maar naarmate die vorderde, wordt het werk ook leuker. Dus we gaan kijken wat Schip strandt. We gaan reclame maken en we gaan de mensen in de watten leggen. Ja. En wat kunnen mensen verwachten op het moment dat ze de boot huren? Hij ligt stil. Hij blijft dus gewoon in de haven liggen. We hebben de achterste plek. Liggen ze mooi vrij. Geen bootjes naast zich. Mooi op het punt. En dan het hele schipje is van hun. Ze boeken het en ze krijgen het ter beschikking. Gewoon, ze mogen er een nacht of twee of drie nachten mogen ze erop verblijven zolang ze willen. En ik las bij jou op de site ook dat als mensen dat willen, dan konden ze ook een rondvaart krijgen met een ander bootje. Klopt, dit is kantoor, maar we hebben hier naast kantoortje liggen nog. En het is ook een geklonken scheepje, 100 jaar oud. En dat ga ik nog eventjes een kleurtje geven, dat is hetzelfde als dit. En dan gaan we de mensen naar het centrum brengen. Of we varen ze het kanaal op, wat ze willen. Hoeveel werk heb jij hier in totaal mee gehad? Maar ik ben wel bijna alle dagen bezig, maar dan een jaar lang. En in het begin hebben we uitbesteed. We hebben het lastwerk, kan ik niet. En dat hebben we allemaal in Zwartsluis op de werf laten doen. Maar toen hij hier kwam, was hij aan de buitenkant klaar, maar van binnen was hij kaal. En dat heb ik gedaan. Ja. Blijft dit er bij één, B&B? Of... Jouw kennende? Nou, mijn kennende, maar het is een keer goed geweest. Jan heeft aangegeven, dit is de laatste. Anders dan heb je geen vrouw meer. Dat is niet best. Nee, flauwekul, maar het is wel te heftig. Dit was gewoon dit was te groot. Het was een beetje onderschat. Ja, was zoveel werk. Ja, was echt. Maar als je halverwege bent, kun je niet meer terug, hè. Je moet door, er zit de helft van geld erin. En dan is het een project wat niks opbrengt als je het wegdoet. Ja. Dus ik moest door. Koen, als mensen dit willen boeken, waar kunnen ze dat doen? We hebben een Facebook-site. Bij gebrek aan wat anders is dat waar we het op het moment nog mee doen. Er komen nog wel andere sites. En ze kunnen mij op Facebook zoeken onder mijn naam. Koen ten Heggelen. Nou, en als ze dan een beetje willen bladeren wat het allemaal is. Als ze een jaartje terugbladeren. En ze gaan weer vooruit. Dan zien ze precies van nul naar dit.